Atleten klaar. Deze kinderen kunnen niet zonder hulpmiddelen lopen, dus ze lopen of in een rollator of met krukken. Maar door die racerunnen kunnen ze letterlijk meesporten bij een vereniging. Dus maakt niet uit hoe ze het doen, maar ze gaan met die racerunnen op de baan. De racerunner is een soort loopfiets waardoor kinderen in een rolstoel toch hun benen kunnen gebruiken om te sporten. Dit is voor Kevin de ideale manier om aan zijn conditie en beenspieren te werken. Omdat je lekker aan het breken bent, aan het lopen bent, en ik gezellig. Als je op racerunnen zit, dan ben je gewoon echt in beweging. En als rolstoelgebonden persoon is dat niet altijd even makkelijk en hier lukt dat. Het is de 100 meter race, dus 100 meter knallen. Het gaat er fanatiek aan toe bij het NK Race Running. Samen met Ramon heeft Kevin maandenlang getraind voor deze dag. De laatste training die hebben we niet volle bak getraind. Het was een beetje een soort uitlooptraining om toch wel met het oog op deze wedstrijden. En natuurlijk is het meedoen belangrijker dan het winnen. Maar als je meedoet, is het leuker als je natuurlijk wel die kans maakt. Voor Kevin helaas geen prijzen dit jaar. Maar met de volgende race doet hij zeker weten weer mee. Ik heb een dikke pama om. Om volgend jaar morgen aan te reizen met de jongeren. Omdat ik gewoon zo geweldig is om hier aan deel mogen mee te doen.